durf trouwens bijna niet te vragen. Wat is er met dat jasje? Heb je nog veel reacties op gekregen? Ik heb erg veel reacties gekregen op mijn groene grasjasje. Ja, er zijn veel mensen die dachten dat jij dat voor de lol had gedaan. Ja, maar er is een treurig einde aan het jasje gekomen. Vertel. Want, nou, ik kwam gisteren thuis en toen zat er een brief in mijn bus... van een mevrouw uit de Oude Water. En haar broer, die wordt 50. En die man die heeft een heel groot feest georganiseerd. En toen vroeg ze of haar broer voor die 50ste verjaardag... mijn grasjasje mocht lenen. En dat vond ik een beetje gek, totdat ik verder in de brief las... die man heet Henk Gras. En mijn vrouw die zag dat... en die heeft vanochtend het jasje naar die mensen toegebracht... En die heeft gezegd, en Henk Gras mag het jasje houden... dan kan mijn man hem in ieder geval niet meer dragen. Je bent hem kwijt? Ik ben hem kwijt, ja. Dus ja, je hebt nu alleen mijn succesjasje. Zou ik net zeggen, dat is toch een... zoals ik die toeter nooit meer wegdoe. Ja, nee, maar ik denk dat ieder museum na onze grote prijs... dat jasje graag had willen hebben. Ja, dat is wel grappig. Maar nu loopt Henk Gras in Montfort te verloemen. Ja, het is echt ongelooflijk. Toen wij van de week bij Pauw Witteman waren... zaten zeker 10 gasten in het publiek. Die hadden ook een toetertje meegenomen. Ja. Dus ja, dat... Maar ik vind het helemaal niet gek voor een man van 45... Nee. Dat hij doorlopend op zijn toetertje blaast. Nee, nog één keer. Het is heerlijk inderdaad. Ja, trouwens, even over dat bekervoetbal gesproken... hebben we veel leuke momenten laten zien. We zijn vaak kritisch op hem, maar... we mogen.